Na minister voor arbeid en jeugdzaken, Masa Mekendro, dan die aantaki te luku pisitoli voor den yonkuwang en yakonde, dan de du alasani voor gimo kakadin. Maar ook toe belangrijk voor Lukufa de kan intensifera beleid mo. Maar apiki ook toe tap vragen die go aba na sefu wokoman aini wikonde den beleid die lolokomoto samenwerkende organisatie vakbewegen die de kingi paki se angadin fafu meke sani fu wokoman komobo. Ko yesa a minister taki na a regeringsraad meeting die be holi. De situatie met jongeren, in het bijzondere fondsen en middelen die beschikbaar zijn voor jongeren. Omdat ik heb begrepen dat de president gisteren op de universiteit die vraag kreeg. Maar laat me zo zeggen dat het Nationaal Youth Instituut, NJI, een jongerenfonds beheert. Het is vorig jaar in het leven geroepen en de eerste storting was 500.000. Voor 2024 hebben we gevraagd om een bedrag van 1,5 miljoen. En op de begroting voor volgend jaar hebben we dan 2,5 miljoen. Het jongerenfonds is grotendeels aangewend door jeugdraadsleden, CARICOM-ambassadeurs en de SDG-ambassadeurs. En het ging veelal om projecten in de range van 10.000. Waarmee wat kleine projectjes uitgevoerd konden worden. En enkele van deze projecten waren bijvoorbeeld een suïcide workshop voor journalisten. En sommige van u waren ongetwijfeld daar aanwezig. Sportdag Kabalebo. Solarverlichting voor voetbalveld in Groningen. Dat noemde men ook Saramaka fase 1. Schoonmaakactiviteiten op Adjoni. Schoonmaakactiviteiten elders. Ik zie bijvoorbeeld ook dat er een middelen waren aangevraagd voor een Walk for Peace project. Sportdag Adjoni zie ik ook. Komawaina benchmark project is ook gedaan. Duurzaam dromen, jeugd voor klimaatinnovatie, dat was ook een project. Verder ook renovatie van de schooltuin van de openbare school Rijsdijk. Dus zo zijn er een aantal kleine projectjes uitgevoerd door leden van de Jeugdraad Suriname of CARICOM-ambassadeurs of SDG-ambassadeurs. Ik zie ook schoonmaakrenovatie van VOJ onverwacht. Behalve het jeugdfonds kan ik aangeven dat we ook middelen hebben gereserveerd voor training voor jongeren. Dat past in het kader van een concept van Youth Power, waarbij de O van Power staat voor ontwikkeling. In dat kader hebben we in het project Alignment of the Labor Market with New Industries, hebben we toch wel bedragen gereserveerd voor training van Surinamers. Met name in de sector toerisme, landbouw, en mijn collega's zouden wel blij zijn daarvoor, en dienstverlening, met name ICT. Ik kan u aangeven dat voor wat betreft toerisme, wij op korte termijn toch wel hopen te starten met een project welke zal uitgevoerd worden door SHTTC, waarbij ongeveer 120 Surinamers getraind zullen worden. De trainingen zullen veelal betrekking hebben op Kitchen Assistant level 1, Bread and Pastry level 1, Front Office, Tour Operating en Housekeeping. Dus op deze vijf gebieden en ook Customer Care, Marketing en Tourism Awareness. Dus op deze zes gebieden zullen we ongeveer 120 personen trainen. En we hopen toch wel voor eind van het jaar nog hiermee van start te kunnen gaan. Met deze trainingen is een bedrag gemoeid van ongeveer
39.000 US dollar. En nogmaals, dit bedrag komt uit die lening welke we hebben gesloten met de Inter-American Development Bank voor het project Alignment of New Industries with the Labor Market. Alignment of the Labor Market with New Industries. De bedoeling is ook dat we zeker volgend jaar ook trainingen zullen verzorgen voor wat betreft de andere sectoren. Maar omdat we toch wel al studies hadden verricht voor wat betreft toerisme, maken we dan een aanvang hiermee. En ik kan u zeggen dat het toch wel op een goed moment komt, omdat we in gesprekken met de hospitality-industrie en toerisme-industrie toch wel hebben begrepen dat er een grote behoefte bestaat, omdat er op kort termijn toch wel een aantal hotels zullen opengaan. Dus we hopen dat er voldoende interesse zal zijn van Surinamers om een van de 120 plaatsen in te nemen. Het is al vaker aangegeven dat we ook bezig zijn met een ander project, Roken voor McMoney. Roken voor McMoney, dat wordt uitgevoerd door de Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling, SAO. En dit project is al bijna een jaar gaande. Het was vorig jaar, 28 oktober 2023, gelanceerd, gelaunched in het district Koroni. En we hebben ongeveer in een periode van een jaar 22 trainingen verzorgd. Ik zie hier bijvoorbeeld elektrohuisinstallatie, textiele werkvormen in Koroni. In Koroni hebben we ook verzorgd Lasse 1, niveau 1, Gawasa. Verder hebben we in het noorden van Paramaribo een zestal trainingen verzorgd. Namelijk ook weer elektrohuisinstallatie, Gawasa, textiele werkvormen, Lasse 1 en computer hardware. Maar ook basisschooltechniek. In Para, La Vigilancia, hadden we twee trainingen verzorgd. Namelijk textiele werkvormen en elektrohuisinstallatie. We zijn ook bezig geweest in Brokopondo. Daar hebben we de trainingen textiele werkvormen en weer elektrohuisinstallatie verzorgd. We zijn ook bezig geweest aan de nieuwweergevonden weg. Daar hebben we een kapper A-opleiding verzorgd. In Ikeri hebben we ook een aantal trainingen verzorgd, inclusief in het kader van de MOU, Memorandum of Understanding, welke we vorig jaar hebben we getekend met het ministerie van Justitie en Politie, om ook gedetineerden te trainen. Dus in Hazard, Nikeri, hebben we elektrohuisinstallatie, Gawasa en basisschooltechniek gedaan. En gewoon in Nikeri, dus niet in Hazard, hebben we barber, kapper A en elektrokrachtinstallatie gedaan. Ik kan u ook meegeven dat we in samenwerking met de presidentiële werkgroep Wijken in Ontwikkeling ook hebben gefocust op een wijk, namelijk Texas, waar we de cursus textiele werkvormen hebben gedaan. En later deze maand zullen we dan de uitreiking van de certificaten doen in Texas. In totaal hebben we in dat jaar, bijna dat jaar dan, ongeveer 377 personen gecertificeerd. Waren ook wat speciale opleidingen. Zo hadden we in Koroni algemene dagelijkse levensverrichtingen. Dat was speciaal verzorgd voor het bejaardentehuis Lunar daar, medewerkers. En we hadden ook een cursus haaropsteken gedaan in Ikeri om de personen die de kapper A-opleiding hadden gedaan toch nog wat meer technieken aan te leren. We zijn van plan om in het laatste kwartaal van 2024 weer een aantal trainingen op te starten. Namelijk een 22-tal trainingen. Textiele werkvormen. De planning is magenta, schimmelpennik, ja. Rahimal buiten, Witsanti. Op Witsanti zullen we ook doen Gawasa, computertrainingen, elektrohuisinstallatie.
In Saramaka willen we doen textiele werkvormen, elektrohuisinstallatie en Gawasa. In Para, Gawasa, constructielassen, elektrohuisinstallatie, maar ook weer algemene dagelijkse levensverrichtingen. Nieuw weer gevonden weg willen we doen manicure, pedicure, barber. En op onze SAO-locatie aan de Gravenbergstraat willen we ook een aantal trainingen in het laatste kwartaal doen. Namelijk beauty trainingen, textiele werkvormen, weer algemene dagelijkse levensverrichtingen, barber en elektrohuisinstallatie. Laat me zeggen, de keuze welke trainingen we verzorgen in een district of wijk komt meestal tot stand na overleg met de districtscommissariaten, die toch wel trachten om de behoeften in een district vast te stellen. En op basis daarvan laten we dan SAO aan de slag gaan. Anga di shuko na kabafuna gongo sabot of tidi, otaki gantangi di lukuwe, winsi wa monshti neti, mofawe.